Zo, Mark Tuitert. Goeiedag. Welkom in de Papendal-taxi. Ja, leuk hier weer eens te zijn. Ja, lang geleden? Nee, valt mee. Ik kom hier wel eens voor presentaties, dagvoorzitterschappen. Maar ik ben hier natuurlijk veel sporten geweest, in Papendal. Ja. Dat is een herkenbare grond. Ja, want wie is Mark Tuitert? Ja, heb je even? Ja, oud schaatser natuurlijk. Hè. Daar kennen we mensen me van eigenlijk. Olympisch goud 2010 heb ik ooit gehaald. Dat is wel het hoogtepunt van mijn carrière geweest. Maar om daar te komen heb ik ook heel veel meegemaakt eigenlijk. En veel geleerd tijdens mijn topsportcarrière. En ik ben nu 5, 6 jaar gestopt. Ik heb een eigen bedrijf, First Energy Gum. Dus we bouwen echt samen met twee compagnons een bedrijf, een merk. Ook in de sport hoor, maar ook daarbuiten. En ik daarnaast doe ik analyses bijvoorbeeld voor het schaatsen, voor televisie. En veel presentaties ook, veel motivational speeches, inspirational. En ook gewoon levenslessen delen. Niet alleen over sport, maar ook meer over het leven. Laten we even over het schaatsen beginnen natuurlijk. Hoe kwam jij erachter van, nou, ik kan eigenlijk wel goed schaatsen? Ik kwam er eigenlijk niet achter dat ik zo goed kon schaatsen. Het was meer dat ik helemaal gek was van schaatsen toen ik 8, 9 jaar oud was. Als het een natuurreis was, dan was ik altijd buiten. Dat vond ik geweldig om te doen. Ik was meer een autodidact. Dus ik probeerde mezelf echt te helpen, te onderwijzen. Mm-hmm. Ja. Eigenlijk heb ik helemaal niet zoveel training gehad. En toen ik op training ging, op les, toen was ik 12, 13 jaar oud, vrij laat. Toen was ik helemaal niet zo talentvol. Ik was niet de stempel had ik op mijn hoofd staan van hey, groot talent, let op. Nee. Ik kwam pas eigenlijk veel later, mijn 17e, 18e pas, dat ik echt een beetje doorbrak en bij de Nederlandse top kwam. Dus het duurde echt 5, 6 jaar lang eigenlijk wel. En dat had meer te maken met 3, 4 keer in de week schaatsen, trainen en... Keihard werken. Ja, dag in dag uit doen waar je heel blij van wordt. Dus ik vond schaatsen, niemand hoefde mij te motiveren om te gaan schaatsen. En in de zomer, hè, zoals nu het prachtige mooie zonnetje, dan bond ik mijn skielers onder. En dan ging ik overdag rondjes rondom onze boerderij skieleren. En dat kon ik gewoon zelf doen. Dus niemand zei van dit moet je doen. Ik wilde dat gewoon zelf heel graag doen. Gewoon die intrinsieke motivatie, die zat er dusdanig in dat het geen probleem was voor jou om 4, 5 keer te trainen. Nee. Ik deed tussen leren door, tussen huiswerk door, ik ging boodschappen doen op skiles voor mijn moeder. En ik vond dat gewoon heel erg leuk om te doen. En ook al was ik er in het begin nog niet zo goed in. Nee. Toen ik de eerste succesjes kreeg ik in het skileren. Toen kreeg je een beetje bloemen, kreeg je kussen van een ronde mis. Kreeg een envelopje met wat geld. Als je 15, 16 jaar oud bent en dat is wel heel leuk. Dan begint het wel een beetje mee. Dat je denkt van, hey, misschien kan ik dit wel. Misschien is het meer dan alleen leuk. Misschien is het ook wel gaaf om wedstrijden mee te doen. En die misschien ook wel te kunnen winnen op de duur. Ja, en je eerste medaille, weet je dat nog? Volgens mij was dat een Holte schoolkampioenschap. toen ik 9 jaar oud was of zo. Oké. Ja. Dus, maar dat vond ik leuk, maar dat was niet echt... Natuurlijk was ik was fanatiek. Ja. En achteraf, als ik het vergelijk met anderen, was ik misschien wel bloedfanatiek. Maar ik vond eigenlijk schaatsen zo leuk. Juist ook de vrijheid, de autonomie. Als de natuurreis ligt, sta je op een heel groot meer. En je kan naar links naar rechts, je kan je eigen pad bepalen. Dat is wat schaatsen voor mij was. Tof maken. Gewoon je eigen route nemen, je eigen weg ontdekken in het leven. Toen, uiteindelijk, bleek je er wel goed in te zijn. Toen werd het dan wel heel serieus, toch? Ja, vanaf mijn 19e, 20e werd ik echt professioneel schaatser. Toen werd het echt zeker serieus. Ik heb het geluk gehad dat het vrij laat was, dus ik ben er gewoon wezen stappen met mijn vrienden. Nou, je hebt niet en zoals... Je ziet wel zo het sport die echt heel jong superveel trainen en daardoor heel veel missen. Maar dat heb jij dan helemaal niet zo gehad. Nee, ik heb echt in mijn jeugd alles wel meegemaakt wat ik mee wilde maken. Toen ik 19, 20 was, toen kwam ik bij Pieter Muller in de ploeg, Amerikaanse coach. Ik was wereldkampioen junior geworden en ik kwam eigenlijk in het grote, de topsportwereld terecht. En die is wel keihard. Dat is winnen of verliezen, er zit vrij weinig tussenin. En je weet dat je maar een paar jaar krijgt om het verschil te maken. Ja. Dus ja, het ligt er heel erg aan welke omgeving je zit, maar ook heel erg ligt het aan jezelf. Hoe ga je daarmee om? De druk is immens, sponsoren... Die willen iets van je, media wil iets van je. Dus ja, het topsport is wel onder een vergrootglas liggen en moeten presteren. En niet alleen moeten, als het goed is, wil je dat ook heel erg graag zelf. Dus de druk is heel hoog. En je krijgt misschien maar 1 keer in de 4 jaar de kans om op Olympische Spelen te schitteren. Mm-hmm. Dus stel je voor dat je 1 keer in de 4 jaar alles samen moet brengen. Dat is gewoon intens. En ik kwam in die wereld terecht en het ging heel goed.
was een heel groot talent. Ja. Dus na het eerste jaar stond ik eerst op het Europees kampioenschap bij de senioren. Ik stond op het punt de jongste Europees kampioen ooit te worden. Maar toen stapte ik op een blokje halverwege dat toernooi. Toen ging het even niet door. En toen was het weg, grote droom. Ja. Toen lag ik in de kussens. Jeez. Dat was wel... Kun je nog wel een moment herinneren dat je daarin lag en dacht echt... Het ja. is voorbij, het is gewoon klaar. Ja, dat was heel, heel moeilijk te verteren. Helemaal als je 20 jaar oud bent, dan is dat zo'n klap in je gezicht. Dan is het niet in je hoofd dat je denkt, joh, ik ben pas 20, ik heb nog heel veel jaar. Dan denk nee, je, dat zeggen mensen dan je. Nee, dat zeggen mensen tegen je om je een beetje moed in te praten. En dat is ook heel lief bedoeld, maar zo voelt dat niet. Je denkt, ja, hallo, misschien krijg ik die kans al nooit meer. Nee. En eigenlijk, dat dacht ik, maar ja, het ging ook wel een beetje die kant op. Want ik dacht, ja, weet je, talent heb ik wel. Nou, wat heb ik er meer nodig? Doorzettingsvermogen. Ja. Dus ik dacht, als ik die twee aan elkaar koppel, dus ik ging gewoon nog harder werken. En de Olympische Spelen van 2002 kwamen eraan. Ik was inmiddels 21. Bij ons in de ploeg boterde het niet helemaal. De druk werd heel hoog. Sponsorperikelen waren er. Ik speelde heel veel dingen. En ondertussen woonde ik gewoon nog thuis. Mm-hmm. En mijn ouders lagen bijvoorbeeld in een vechtscheiding nog heel erg. Ja. Dus het was niet... Fijnste omstandigheden. Nee, dat was eigenlijk... De hele omgeving was daarna voor mij eigenlijk om maar één ding te doen. En dat is vluchten in training. Dus ik vluchtte echt in harder trainen, meer. Ja, en ik raakte overtraind. Ja, ik ben het hele seizoen 2002 heb ik ziek op de bank gelegen. Zwaar overtraind. Hè? Je kan het een beetje vergelijken met een burn-out in een normale leven. Gewoon helemaal oud. Helemaal In het jaar van de Spelen overtraind. Waar je al naartoe had kunnen gaan eigenlijk. Ja, daar had ik eigenlijk al heen moeten gaan inderdaad. Vond ik zelf. En dat had ook gekund. Maar dat ging helemaal falikant mis aan alle kanten. Dus... Heel veel mensen zeiden toen van dat is klaar met Mark Tuijt. Ja. Dat is einde carrière. Want toen uiteindelijk, dan kom je daarachter van, het werkt op deze manier niet. Wat verander je dan dat het dan wel lukt? Nou, ik heb eigenlijk twee dingen gedaan. Ik had echt de tijd om na te denken, dat heb ik ook gedaan. Ik heb alle boeken gekocht die ik kon vinden over psychologie en trainingsleer. Oké, En ik ben een beetje een gekke, rare... Wat dat betreft ben ik wel een autodidact, zeg maar. Ja, ik ga op mijn snuffert en dan maak ik een fout en dan ga ik gewoon uitzoeken hoe dat zit. Hoe dat komt, ja. En ik heb met veel mensen gepraat en uiteindelijk kwam ik erachter. Nou ja, alle klassieke fouten had ik gemaakt. Vluchten in training, weglopen van dingen. Heel hoog van de toren blazen als jong talent, terwijl je alles nog moet bewijzen. Ja. Weet je? Dus ik kreeg echt een soort reality check. Mm-hmm. En ik heb een gitaartje gekocht, gewoon om een beetje met muziek bezig te zijn. En af en toe niet helemaal als een bezetene bezig te zijn met presteren, met beter worden. Maar ook gewoon af en toe het los kunnen laten. Dus ik heb toen een beetje gitaar leren spelen in die winter. En veel gelezen. En ik had het geluk dat ik daarna Jack Ory tegenkwam. En die werd onze coach. En ja, dat is inmiddels een van de meest bekende schaatscoaches of sportcoaches in Nederland. En dat is een bewegingswetenschapper, dus... We gingen heel gericht te werk, niet alleen hard trainen, maar gewoon heel slim trainen. Dus echt een programma maken, een lijn bedenken en meten is weten, zijn devises. Ja. Heel veel meten, heel veel testen. Ja, dat ging heel, dankzij gewoon een hele goede werkwijze en een slimme werkwijze kwam ik weer erbovenop. Dus alle parameters die onder prestaties liggen, die kreeg ik onder controle. En binnen 3 jaar stond ik... Op het eerste treden van het podium toen ik Europees kampioen werd, op mijn 23e. En dus eigenlijk binnen 2 jaar was ik weer helemaal terug. En met een nieuw wereldrecord punten. Dus eigenlijk op het toppunt van mijn roem op mijn 23e. Dus ik dacht, de komende 10 jaar, daar gaan we. Kom maar op, ik ga alles winnen. En dat dacht ik niet alleen, dat dacht iedereen. Nee. Dat dacht de kranten stonden er vol van. Nou, toen Olympische Spelen 2006. Ja, dat is allemaal niet gebeurd. Nee, want het gebeurde uiteindelijk pas in 2010. Ja. En toen ik Europees kampioen was, was 2004. Daar zit 6 jaar tussen. Ja, ja. Wat gebeurde daar? Nou, ik op een gegeven moment zat ik in een stadion. En dat was het februari 2006. In een Olympisch stadion. En ik keek eigenlijk toe hoe die Olympische 1500 meter werd verreden. Ja. En ik zag hoe Enrico Fabrice goud won op de 1500 in Italië. De Italiaan is het thuisland. Ja, en toen dacht ik, holy, ik sta niet eens aan de start. Nee, ik moet daar aan de start komen. Ik mag niet eens meedoen. En twee maanden eerder op het Olympische kwalificatietoernooi miste ik... had ik een gigantische misslag op de 1500 meter. Dat kostte me een seconde.
En dat is topsport. Ja. Als je een seconde verliest, dan word je geen eerste, tweede of derde. Dan word je gewoon zevende. Mag je niet eens meedoen. En dan mag je niet eens meedoen. Dan zit je gewoon op de tribune. Dus ik was 25 jaar oud en de kracht van mijn leven. En ik zat gewoon langs de kant weer. Tweede Olympische Spelen die ik miste. Dan ben je al 8 jaar aan het trainen eigenlijk daarvoor. Dat was wel heel, dat was wel heel hard. Dat was wel keihard binnenkomen. En hoe, want ze hebben het wel eens over die topsportmentaliteit. Hoe pep je jezelf dan weer op en denkt, hey, 2010... We gaan het gewoon nog een keer maar weer proberen. Ja. Nog een keer. Wat dat is dan een soort knop die je omzet? Dat zit ook wel in je, denk ik. Dat is ook gewoon iets van, ik wil dit zo graag. Ik ga niet opgeven. En eigenlijk zit hem de kunst er een beetje in. Dat je beschouwt als één grote leerschool. Okay. Als je het ziet als een vast gegeven. Ik mis de spelen 2 keer. En nou, hier heb ik alles voor gedaan. En het lukt me niet. Dan houd het op. Bij iedere tegenslag ligt een les. Ja. En je kan de tegenslag beschouwen als iets wat heel pijn doet. En je kan daar je door uit het veld laten staan. Je kan ook denken, ja, ik sta de volgende dag op. En wat moet ik hiervan leren? En in 2006 was dat voor mij echt onder ogen zien. Ja, dat eigenlijk had ik sportief gezien het goede team. Ik had al een goede coach. Er was eigenlijk nog één ding waar je misschien als allerlaatste pas naar durft te kijken. En dat vertel ik ook vaak in presentaties. Dat is ook het moeilijkste waar je naar kan kijken, of misschien wel niet eens naar wil kijken, dan ben je gewoon zelf. Ja. Dus overal, je kan niet anderen de schuld geven. Nee. Je bent zelf overal bij. Dus het gaat erom, wat is een gedeelte in jezelf wat je nog moet onderzoeken? En voor mij was dat bijvoorbeeld die scheiding tussen mijn ouders. Ik had al 6 jaar geen contact met mijn vader. Ik dacht van, laat maar, dat hoeft niet. Dat kost alleen maar energie. Ja. En ik ben daarmee aan de slag gegaan. Ik heb eigenlijk mijn vader gebeld. Pap, laten we contact weer hebben. En ik heb mijn moeder gebeld. Eigenlijk stond ik een beetje aan de kant van mijn moeder. En mijn ouders lagen nog in een vechtscheiding. En ik heb gewoon, mijn vader gezegd, laten we weer contact herstellen. En laten we niet over die ruzie hebben. En tegen mijn moeder heb ik gezegd, ik ben niet je handlanger in die strijd. Nee, maar kan het niet zijn. Ik ben gewoon, precies. Ik ben een kind. Dus je rol... Ja, en weet je, als je 20, 21 bent, dan denk je, wat een onzin, flikker op, ik ga gewoon lekker trainen, dit is het. Maar je weet op een gegeven moment dat daar iets zit. Er zit gewoon nog een soort energielek. Ja. En dat kan je niet hebben als je aan topsport doet. Je moet maximaal presteren, maximaal belastbaar zijn. Alles moet daaromheen alles eromheen moet kloppen. Dus dat gedeelte, dat heb ik gedaan. Dus ik heb tegen moeder gezegd, ik mis af en toe gewoon iemand die... dat je, toen je thuis kwam, toen je 15 was, een kopje thee voor je zette en zei, hey, hoe was je dag? En mijn vader, gewoon, ik mis af en toe een figuur, iemand die je kan helpen, waar je mee kan sparren. En dat heb ik gedaan. En dat ging eigenlijk heel goed daarna. Dus dat contact herstelde en dat werd allemaal veel evenwichtiger. En dat gaf mij heel veel rust. En ik heb een keuze gemaakt om niet te gaan allrounden. Dus ik ga niet meer de nieuwe Rintje Ritsma worden. Sven Kramer kwam op en die legde de lat nog een keer hoger op allround gebied. Dus ik had de lat hoog gelegd, maar die lat werd binnen een paar jaar, dat is concurrentie. Ja. Dat is wat concurrentie met je doet. Dus eigenlijk moet je gewoon je bakens verzetten. Toen werd het één ding, afstand. Één keuze, één afstand. Zowel op sportief niveau als op privé niveau. Alles in rustige banen leiden. Ja. En dat was eigenlijk gewoon de goede setup om te wachten en te blijven geloven in één moment waarop alles samen kan komen. En dat was voor mij in Vancouver. Ja, 1500 meter. Ja. Aan de start. Ja. Kun je dat moment nog herinneren? Dat je dacht, oké, jongens, ik heb er hier 2 gemist. 2002 heb ik niet gedaan. 2006 ook niet. Het is nu 2010. Ik heb hiervoor gekozen. Alles is goed. Het moet nu gebeuren. Ja. Nee, zo keek ik er ook tegenaan. Ik heb nu geen excuses meer. Nee. En het is... Weet je, het was voor mij een eerste Olympische start. En op mijn 29ste, dat is heel laat. Dus dat is best wel laat, toch? Ja. En eigenlijk krijg je maar één kans dan in je leven om te laten zien, nou, dit is het. Ja. Nou ja, dat idee kan je laten verlammen. Maar ja, als je al zoveel hebt meegemaakt, dan heb je maar één keuze. Dat is gewoon alles eruit halen, je tanden erin zetten en gewoon niet loslaten. Omdat, ik ging me dat niet nog een keer laten gebeuren. Ik dacht, ik heb maar één kans. En nou, dat liedje van Eminem. Ja. One shot, one opportunity. Would you take it or let it slip? Ja, je weet gewoon, dit is één kans en hier ga ik alles uithalen. Dus ik wist al vanaf de eerste passen van de start... Ik ga dit winnen. Ik wist niet, ik ga winnen. Ik wist wel van, de passen zijn raak. Nu gaat de gashendel gewoon gaat mij niks vol lopen. Ik ga nergens veilig rijden of safe of nee, gewoon... All the way nu. All the way, vol die gashendel lopen, alle risico's van dien. Ja, dat ging toen, goud, boom. Ja. Hoe voelde dat? Maakt die dubbel zo lekker? Dat je denkt, ik heb hier 8 jaar voor gestreden. Ja, ja, dat maakt het wel zoeter nog. Ja, als je weet, je ziet veel talenten die in het begin van een carrière bijvoorbeeld goud winnen. Of,
de gevaar is dat je dan een hele carrière achter jezelf aanloopt. Ja, je te vroeg gepiekt hebt misschien. Ja, of dat je dan... Weet je, succes is mooi, maar het kan ook iets zijn waar je altijd naar terugkijkt en naar terug verlangt. Terwijl je eigenlijk als mens moet opbouwen, vooruitkijkt. Ja. Weet je, je geluk hangt af van de dingen die je nog wil gaan bereiken. Ja. En natuurlijk moet je terugkijken en ervan genieten, maar dan moet je niet te langer blijven hangen. Dus voor mij was het heel goed eigenlijk om aan het eind van de... En mensen kennen mijn verhaal. Mm. Dus de lading die erachter zat, die was zo intens. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor de mensen waarmee ik... Ik werkte toen al 8 jaar samen met Jack. Mijn vrouw die is er naar meegegaan op 12 jaar. Mijn familie, mijn vrienden, mijn supporters die hebben, ja, weet je, het is net als je een Feyenoord supporter bent. Het was voor iedereen was het een soort gouden heel veel verlies en af en toe, oh yes. dat was gewoon heel veel voldoening kreeg je daaruit. Dus dat was geweldig om mee te maken. En toen 4 jaar later, 5e. Ja, dat is echt een verschrikkelijke plek, 5e. Ja. Het enige wat je kan doen voor zo'n wedstrijd is gewoon alles uit de kast halen. En ik heb nergens iets laten liggen. Nee. Ik heb het allemaal bewust gedaan en volle overtuiging. Anderen waren gewoon net iets beter. Ik reed iets snellere tijd dan in Vancouver zelfs. Het ijs was ook sneller. Maar inderdaad, er waren er een paar die net even iets beter waren. Sneller. En dat is, daar doe je niet voor een 5e plek. Nee. Maar ik heb daarna nog 2-3 hele mooie wedstrijden gehad. En ik heb gewoon nog... De laatste 2 jaar van mijn carrière heb ik nog en heel hard geschaatst. Mm-hmm. Want ik deed gewoon altijd mee met de wereldtop, met de top 4, 5. Yeah. Ik heb heel veel geleerd nog, ook op trainingsgebied, ook over mezelf. En ik heb gewoon nog heel veel plezier gehad. Yeah. Dus ik kijk echt terug op het einde van mijn carrière. Ik heb een heel mooi afscheid gehad, heel mooi afscheid genomen. En dat, dat is heel waardevol. Toen ben je gestopt, 2014. Ja. Wat is dan het eerste wat je doet, zeg maar de eerste maand als je gestopt bent? Dan heb je 10 jaar lang, ruim 10 jaar lang... Nou, dat was best wel heftig, want ik had mijn huis verkocht 3-4 maanden eerder. Toen ging het heel slecht in het seizoen. Toen was maar de vraag of ik de Olympische Spelen überhaupt zou halen. Oké. Ja, dat ging in één keer heel goed dat seizoen door. Maar ja, ik had eigenlijk gedacht, nou, ik zie wel wat er gebeurt na het seizoen. Dus ik moest mijn huis uit en eigenlijk zijn we verhuisd naar Holte, waar ik vandaan kom oorspronkelijk. Dus binnen een maand na mijn carrière was ik verhuisd met een jong gezin. Oh, twee jonge kinderen. Terug naar waar ik vandaan kwam. Gestopt met sport. Geen idee wat ik daarna zou willen gaan doen. Tijd over. Ja, maar ik was wel heel druk meteen. Wat wil ik gaan doen? Wat moet ik gaan doen? En ik trainde nog wel mee om af te trainen. Ja. Maar dat was zo... Ja, dat is gewoon heftig. Stoppen met topsport, vond ik eigenlijk. Dat was best wel... Je weet dat het tijd kost en je moet het over je heen laten komen. Maar je wil ook gewoon door. Je wil eigenlijk... Je bent niet een ander mens in één keer. Je hebt nog dezelfde drive. Je wil dingen bereiken in je leven. Alleen, dan moet je gaan kanaliseren. Je moet iets zoeken, iets vinden. Nou, wat je daarna gaat doen. Nu ben je ondernemer. Ja. Met je First Energy Gum. Ja. Ja. Wat is dit? Je krijgt hier energie van. Wat is het idee daarachter? Ja, zeker. Ja, ik ben daar 2-3 jaar mee bezig met 2 compagnons. En we hebben een Energy Gum ontwikkeld. En dat is eigenlijk het gezond alternatief van een energy drink. Dus er zit cafeïne in een kauwgom. En cafeïne helpt je gewoon om alerter te zijn. Mm-hmm. Hè? Daarom drinken we koffie. Dat helpt je alerter te zijn, meer focus. Dat kennen topsporters maar altijd goed. Maar ook mensen als je op kantoor zit of whatever. En de beste manier om dat tot je te krijgen is via een kauwgom. Omdat je het opneemt via de slijmvliezen in je mond. Ja. Dus het werkt sneller, effectiever. En dat wist ik wel. Alleen het bestond nog niet. Dus we hebben het zelf ontwikkeld. En we zijn nou echt, we verkopen alles online op onze eigen website nog maar. Dus voor mij gaat de hele wereld open op online marketing. Ja. Digitaal moeten we alles kloppen. We moeten een merk bouwen. Ik heb heel veel topsporters als klant of als ambassadeur. Van grote sportploegen die bij ons bestellen tot Olympisch kampioenen, wereldkampioenen. Op allerlei vlakken. En het is gewoon het is heel leuk en heel leerzaam. En dat is eigenlijk waar ik mee opsta en mee naar bed ga. Met een klein team. We zijn echt een start-up met 3 compagnons en een aantal vaste fulltime medewerkers nu. Dus het gaat goed, goede hart, maar het is mega uitdagend. Er zitten zoveel facetten aan, van finance tot online marketing, tot aan productie, tot aan... Want je hebt dus ook nog na je sportcarrière en opleiding gedaan, toch? Ja, Nijrode, sports leadership traject heb ik gedaan. Ja. Ja, en ik had Nima AB marketing. Ook nog. Ja. Wat zijn nou de overeenkomsten nog tussen topsport en de zakelijke wereld? Nou, de overeenkomsten zijn overeenkomsten en verschillen.
De overeenkomsten zijn, als je wil slagen op zakelijk gebied, of ook als ondernemer, dan moet je met dezelfde dedication doorgaan. Je gaat tegenslagen tegenkomen, je gaat met jezelf geconfronteerd worden. En dan kun je eigenlijk twee dingen doen. Je kan daar doorheen willen gaan en ervan willen leren en beter willen worden. Of je doet een stapje terug en je denkt, moh. Ja. En dat is ook meteen het verschil. In topsport ben je weg als je, dat doet, als je een stapje achteruit doet. In het normale leven, in het zakelijk leven, kun je dat doen. En dan gaat de wereld wel verder. Alleen dan kom je in een soort grijs gebied waar je jezelf niet ontwikkelt. Nee. Waar je niet optimaal presteert. Waar je ook niet het optimale resultaat voor je baas haalt of als ondernemer haalt. En daar zit heel veel overeenkomst in. Wil je er alles aan doen en goed zijn, dan is het niet van, we kunnen het een beetje doen. Dan moet je gewoon vol daarin gaan. Ja, en dat moet je wel op gebalanceerde manier doen. Hè? En dat is ook een overeenkomst met topsport. Je kan niet zeggen, ik ga me helemaal kapot werken. Ik stop er zoveel uren in en ik ga maar als een soort domme kracht vol gas geven. Wat ik ook deed als sporter in de jeugd. Raak je overtraind, burn-out. Als je te veel van mensen vraagt, dan gaan ze op een gegeven moment stijgen. Ja. Dus je moet daar een balans in vinden. Dat je met z'n allen wil presteren. Met een team elkaar ondersteunt. Net zoals in topsport. Mm-hmm. En daar vol voor wil gaan. Dat is niet alleen omdat je daar ook beter van gaat presteren. Maar ook omdat het gewoon heel leuk is. Om met gedreven mensen te werken. En een klein team. En als je dat doet op een duurzame manier. Zoals dat zo mooi heet dan. Een beetje containerbegrip. Maar dat je dat op een manier doet dat waar alles met elkaar in balans is. Maar waar je toch hard werkt. Hè? Je moet niet de kantjes ervan aflopen. Maar je hebt ook even tijd nodig. En als je die rollen kan afwisselen voor je privé, voor je werk, en dat ook nog binnen een team kan doen, dan heb je echt een formule wat een beetje in de buurt komt van een topsportteam. En wil je een gouden medaille winnen of wil je resultaten halen, dan zul je dat op die manier enigszins moeten doen. En iedereen heeft zijn eigen manier, ieder bedrijf heeft zijn andere cultuur. En iedereen heeft zijn andere weg te gaan. Ik heb een andere weg te gaan. Je kan het niet ctrl-copy, ctrl-paste doen. Maar het leuke is om je eigen manier te vinden. En je eigen weg te vinden. En daar heel veel van te leren. En daar succesvol mee te worden. Waar droom je nog van? Ik wil over 5 of 10 jaar, lijkt het me heel gaaf om echt een wereldmerk neer heb gezet met First. En dat ik iets kan teruggeven aan de sport. Voor talenten, sporttalenten. En ook voor mensen die dat graag willen. Om meer uit hun leven te halen. Hè? Ik zeg wel eens, driven by positive energy, claim ik wel eens. Dat aan onze gum. Aan onze lijn. En dat gewoon gedreven zijn door positieve energie. Niet alleen energie uit onze gum, maar ook gewoon er alles uit willen halen. Willen leren, ergens vol voor willen gaan. Daar niet bang voor zijn. Nee. En dat zou ik graag, daar zou ik graag jongen of talenten of mensen mee willen helpen. Dat lijkt me heel vet. En als ik daarnaast tijd over heb om af en toe te kunnen skiën of te kunnen surfen. En zelf te kunnen sporten. Ja. En met mijn gezin hele gave dingen te doen en met vrienden. Als die balans heel goed is. Mijn ei kwijt kunnen in het zakelijke vlak. En privé hele gave dingen doen waar ik heel blij van word. Dan ben je een mooi gezegend mens. Dan ben ik een gezegend mens. En dan ben ik al ik ben al een aardig stukje op weg. Ik ben al heel blij met wat ik doe en hoe ik het doe. Ik ben heel dankbaar ook. Ja. Dus dat is. Maar ja, het kan altijd nog beter en nog leuker. En nog. Ja, leuker. Het kan altijd nog een stapje verder en groter. Dat is het mooie. Olympisch goud natuurlijk. Het houdt ook nooit op. Olympisch goud houdt ook niet op. Mensen denken wel eens, je wint goud en daarna. Is het klaar. Dan is klaar. Weet je, dan ga ik op de bank zitten mijn hele leven een biertje opentrekken en genieten van wat ik heb gewonnen. Zo werkt het niet. Nee, je wilt toch ook door? Je wilt door. Je wilt weer nieuwe dingen doen. Dus het houdt nooit op. En dat geeft ook niet. Juist die gedrevenheid dwingt je ertoe om te blijven leren. Het is niet erg. Je moet alleen geen oogklep op hebben. En als een blinde doelen willen halen om het doelen halen. Het gaat veel meer dan alleen om doelen te halen. Of geld te verdienen. Of winst te draaien. Of succesvol of aanzien te krijgen. Het gaat er veel meer om dat je in een proces zit met een team. En dat je een heuvel aan het beklimmen bent met z'n allen. Dat is waar je denk ik echt blij van wordt als mens. Je denkt wel eens van het verre doel, daar word ik blij van als ik dat gehaald heb. En dan kijk je terug en denk je, eigenlijk was het leukste nog dat stukje daar naartoe. Ja. En als je dat maar beseft, dan weet je dat je moet genieten van iedere dag. En dat vertel ik er ook vaak bij. Doe dat, besef het. En het is heel waardevol om ergens vol voor te gaan.
Ik ga de Energy Gum gebruiken tijdens het sporten. Goed zo. Ik ga hem een kans geven. Ik heb hem al één keer gehad. Dus dat kan ook niet alleen tijdens het sporten. Hij kan ook gewoon tijdens je werk. Oh, dat DJ kan ook nog. Dan dat ze zo leuk vinden tijdens de... Precies, ben je niet meer te houden. Moet ik je nog ergens afzetten? Het is toch een taxi? Jij bent hier bij de BMX-baan. Thanks, Mark. Yo. Graag gedaan. Leuk.